De politie heeft donderdag explosieven aangetroffen in een woning in de Malvert in Nijmegen. Naast de explosieven vond de politie vermoedelijk ook zwaar vuurwerk, wapens en hennepplanten. De straat werd afgezet en de ambulance en brandweer waren aanwezig uit voorzorg. Aan de explosieve opruimingsdienst Defensie vervolgens de taak om diezelfde avond nog de gevonden explosieven mee te nemen naar een bos bij Groesbeek en veilig 3, 2, 1. Tot ontploffing te brengen. De bewoner van het appartement in de Malvert is aangehouden en wordt verhoord op het politiebureau.